Yo, wat is bij Roel? Ik heb kanaal. Vandaag gaan we weer verder met Kodaal's verhaal van deel 3. Bedrock. En dat is super cool. Jullie leuk. Ik heb hier dit lopen bouwen. En ik heb gezegd dat ik dit een game mode ging bouwen. Want dat is 10 keer makkelijker bouwen. Maar ik heb mezelf nog een extra stack van dit hout gegeven. Omdat YOLO, ik ben eens keer weer. En golden apples. Ik heb legit lopen bouwen. Geloof het of niet, ik heb legit lopen bouwen. Ik heb wel golden apples gegeven aan mezelf. Dat ik niet iedere keer dood zou vallen. Vooral hier. Was ook een pittig probleem. Op die bomen hier flikkeren. Ik weet niet of het overleef als ik hier zo spring. Maar ik sprong op de bomen, dus het kwam mooi uit. Kwam mooi uit, hè? Ja, what the fuck. Dus, ik heb hier dus een torentje gemaakt. Het is een mooi design. Het is een open plek, zodat je daar de muur op kan lopen. Er is ook nog een probleem. Ik had wel een mooie muur. Met een idee dat je bovenop kon lopen in het midden. Maar ik kon er nergens op. Dus nu heb ik het dus dat je hier erop kan. Je zit de pressure plate onder. Kom je mooi naar binnen. Zo. Kan je ook mooi naar buiten. Hey, mooi design of is dat een mooi design? Ik vond het een mooi design. Goed, maar ik had mezelf dus nog een extra stuk hout gegeven. En dan kom ik dus ongeveer tot hier. Dit. Ik heb bovenop natuurlijk nog met de game een klein beetje bij gemaakt. Omdat ik ben eens keer weer. Zoals ik net al zei. Dus het is niet helemaal legit gegaan tot nu toe. Maar als ik hem af zou maken, zou het echt 10 keer erg geweest zijn. Dus ik dacht van, hey, weet je wat? We kunnen ook overdrijven. Dus wat we gaan doen. Eerst wij gaan. Kom op, Jeroen, lopen. Goed zo, rennen. Wij hebben hier nog steenproducten. Hoeveel? We hebben hier smooth stone, we hebben cobblestone, gravel hoeven we niet. Nee, oké, dan zit dat dus niet in, hè. Potatoes kunnen we even bijvoorbeeld hier wegleggen. Hoeveel is die nog in? Nog meer baked potatoes. Damn, ik heb veel baked potatoes. Ook chill, want dat is echt gewoon goede voeding hier ook. Maar kool is op, of niet? We hebben hier gewoon nog dark oak wood. Chill. Zwaar chill. Zo. Zo, pak die de helft uit. Ho, de helft zei ik, niet alles. Jongen. Oh, je moet de plank onder stoppen. Oké, dus dan doe je niet. Dan doe je zo. En dan doe je zo. Deze ga ik waarschijnlijk toch niet eens gebruiken. Dus dan kan ik die er mooi in stoppen. En die er nog bij. Pak hier ook nog de helft van. Deze gaat niet heel lang meer door. Dat weet ik. Aangezien dit baan uitgebrand is. En dit gaat 10 keer, ja, dit gaat wel 10 keer sneller dood, dit hout. Of, ja. Maar het houdt wel het lange vol. En we moeten hier nog even eentje uithalen. Pam 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 pam. Je kan trouwens nog wat meer bij, want er komt een hele nieuwe kool overheen. Nou, YOLO. Gaan we hier alvast doen, zo. Hebben we nu 16 van die bricks, hey. Nice is dat, hè. We gaan dit hierin stoppen. De dingen die we klaar zijn, die bricks. Stairs hebben we ook nodig. Zit hier niet tussen de goede stairs. Dat is jammer. Dat is jammer, dit is dirt. Dat is ook bij zandproducten hier. Veel te veel zand dat ik heb. Overige blokken glas. Glas hebben we niet nodig in de muur, volgens mij. Maar wat ik wel nodig had is een redstone lamp. En ik weet niet hoe ik die moet maken. Ik ga even snel opzoeken. Redstone lamp recipe. Glowstone met 4 redstone. Oké. Dat moest ik even weten. Ik heb mijn glowstone ligt daarachter. Dit is niet handig. Dit is niet handig. Zo. We hebben een mooie crafting chair wel. Zo. Zo. En zo. En zo. Hebben we 60 van die blokken? Oké, chill. Zo. Zo. En dan nog zo. 40. Kijk, dat zijn mooie getallen, joh.
Mooie getalletjes. Dus hebben we dat alvast ready. Ready een go. Dit hebben we ook nog. Command block moeten we eventjes bewaren. Zo. Netherrack gaan we niet nodig hebben, denk ik. Mooie zombie die daar dood aan het gaan is. Oh, wacht, we hadden daar nog wat dark oakwood, hè? Kunnen we dat even. Oh, wacht. Zo. Nee, cancel. Cancel. Zo. Duik maar dat ik binnen span, want anders kan er nog echt iets heel kuts gebeuren als ik buiten span. Dan denk ik een creeper is of zo. Dat moeten we niet hebben. We gaan dus even snel dit afmaken, want ik wil eigenlijk het snel af hebben. En dan pakken wij hier, de tweede onderwerp op mijn lijst van de drie onderwerpen die ik wil tackelen. Als eerste abonneer op de Jordy Dart, want die edit dit allemaal voor mij. Daar ben ik super dankbaar voor. Maar het tweede onderwerp in mijn lijstje is mijn gaming setup. En mij is gevraagd, een half jaar geleden of zo al, of ik als ik de 100 abonnees bereik, een gaming setup video wil maken. En begrijp me niet verkeerd, dat wil ik dolgraag doen, maar dat doe ik niet. Want mijn gaming setup is ten eerste helemaal niet spectaculair. Ik kan je vertellen, het is een headset, het is deze muis, dat is het vette en daar gaat het echt omlaag. Dit is een crappy toetsenbord, kijk, dit is de naam, it works, done. Zegt alles al, het works, meer niet. Laptop is crappy als weet niet wat. Dat is op zich wel een goed ding. Alleen echt niet voor gaming en helemaal niet voor video's maken. Dus vandaag ga ik ook naar een. Hoe noem ik het? Hoe noem je het? Een gaming computer. Ik was even de naam kwijt. Damn. Dit is zo kut en dan moet ik hier zo'n. Ik heb geen eens dirt. Ik kan wel even met het bot wat ik net heb gekregen van een beest. En dan maak je een wegje naar boven. Zo. Chill. Maar dan ga ik dus een gaming computer maken. En dan komt nog een na de zomervakantie een super vette microfoon. Die komt hier zo. Ik weet niet hoe ik hem ga doen. Want ik moet even kijken wat voor statief. Want hier leg ik ook deze dingen. Twee stukjes karton. Voor beide 50 centimeter. Bij elkaar is dat dus een meter. En dus dat statief wat ik had gezien. Wat ik heel graag wil hebben. Was dus twee keer 50 centimeter. 50 meter, joh. 50 centimeter. Dus dat ik hier dit gepakt. Dan heb je dus en een draaipunt erin zitten. Dan heb je de lengte goed. Dus dan kan ik zo kijken van oké, hij moet daar achter staan. Wil ik hem goed bij mijn mond krijgen. Dus het ding moet best wel ver staan. Terwijl als ik iets wat kleiner heb, kan ik best wel dichterbij staan. Ik wil geen creepergaten vandaag, jongens. Vandaag. Ik wil gewoon geen creepergaten. That's it. En ja. Dus het is wat chill als ik die microfoon heb. Ik ben zeker weten blij mee. Want het is echt een goede microfoon. Ik denk dat Jurgen ook heel blij mee is als ik die microfoon heb. Want dan is mijn audio bij Outlast. Of misschien in die tegen de tijd alweer klaar. Ik weet namelijk niet hoe lang Outlast de whistleblower duurt. Voor mij namelijk niet heel lang. Dus misschien is mijn audio dan alweer helemaal. Is die dan al helemaal klaar voordat ik een nieuwe microfoon heb. Ga ik ook even kijken. Eén deze dagen moet ik daar namelijk nog eventjes een marathontje van lopen. Van dat ik alles daarvan record. Door downfall. Ook heel chill om dat te hebben. Yes. / toggle downfall. Oké. Oké, ik begin de comments een klein beetje te kennen. Dit komt natuurlijk niet mooi uit, hé. Hop. Dit komt niet mooi uit. Deze boom staat in de weg. We hakken hem gewoon helemaal af. De boom weg jij. We hebben gelijk ook meer hout om verder te bouwen. En verder te condenseren. Dus dan heb ik een nieuwe microfoon. Wat komt er nog meer? Oh, een webcam. Mijn webcam is natuurlijk ook crappy. Kijk, het is de HP Proof True Vision HD. Nou, dan kan je zeggen, mijn webcam is niet HD. Shocking, hij is niet HD. Wow. Heb je waarschijnlijk wel gezien. Als ik mijn webcam gebruik voor fullscreen te laten showen, is hij gewoon niet HD. Dan is hij gewoon echt poep. Dan is hij gewoon low day. Die was zo origineel, Jeroen. I know. Maar ja. Slaat er helemaal nergens op, Jeroen. Maar er komt dus ook een nieuwe webcam die ga ik kopen na de vakantie. Weet je, dan heb ik van mezelf een zuur 10 centjes van de Jumbo. Want daar werkt het nu. Het was heel grappig, ik werd laatst gebeld. Of laatst, gisteren voor mij. Maar voor jullie is dat dan echt een week geleden of zo. Want dit wordt dan. Ja, dus voor jullie is het ongeveer anderhalf week geleden dat het is gebeurd. Maar ik werd gebeld door de Jumbo. Van, hey, Jeroen, we hebben hier een sollicitatieformulier van jou liggen. Zou jij hier willen komen werken? En hij is van, ja, maar ik werk er al.
En van, oh, fout in onze administratie. Niet van, oh man, Jumbo. Why? Why? Dus, ja, dat is een beetje gek. Beetje heel gek. En ik werd laatst ook toen ik aan het werk was gebeld door een nummer dat ik niet kende, maar het was gewoon openbaar. Dus ik denk nu dat ook de Jumbo is geweest die mij belde of ik wil komen werken of bij hun zou willen komen werken terwijl ik aan het werk was. Oh, nee. Damn. Fuck you, stupid creeper. You ruined it. Just ruined it. Why? Why? Why, you stupid creeper? Echt, ik heb hekel aan creepers. Niet normaal. Iedereen, denk ik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Done. Legit as fuck. Legit as hell. Yes, yes, yes. Zo. Zo. Dan is dat meer allemaal gevuld, weet je. Dat is chiller. In ieder geval. Hier mist een stuk. What the fuck. Jeroen, je bent echt scheef in het opvullen. Of de creeper heeft heel scheef opgeblazen. Zou op zich ook kunnen, maar dat gelooft dan weer net niet. Zup. Dat is één blokje verkeerd. Maakt niet uit, want niemand heeft het door. Dan gaat toch een blokje bovenop. Ja, dan zit er dus op dit stuk. Ik wil hier wel bovenop komen, hé. Hey. Dus 2, 3, 4, 5, 6. En zo. Perfect. Maar, dus vandaag geen gaming setup video. Komt in de toekomst nog wel. Ik beloof bij deze. Misschien nog een verjaardag. Als verjaardagsvideo. Want tegen die tijd heb ik denk ik wel mijn gaming computer. Of misschien met 1 jaar bestaan. Maar ik weet niet of ik hem dan al heb. Dus dan weet je nog gelijk dat mijn verjaardag na het 1 jaar bestaan is. Oh my gosh. Ik kan ook gewoon vertellen dat mijn verjaardag 28 december is. Weet je, dan kunnen jullie me stalken. 28 december. Even snel een PayPal in beeld brengen. Dat jullie me allemaal kunnen doneren. Dankjewel. Dit slaat helemaal nergens op. Maar dat doen mijn video's ook niet. Dus dat past goed bij elkaar. Weet je, het stemt. Het is goed op elkaar afgestemd. Dus, wat heb ik nog meer te vertellen? Nou. Ik ben geslaagd, ik had mijn kans in gedaan. Ik heb 6, van een 4,4 van Nederlands heb ik een 6,3 gemaakt. Ik was sowieso geslaagd, maar nu ben ik geslaagd van onvoldoende. Jammer hè, bitch. Hè? Dan zit je daar alleen, hè? Alleen. Ik heb geen pijl en boog bij me. Ja, ik weet wat je wil. Maar dit gaat lekker niet lukken. Kreng. Goed, als ik dan zo kan doen... En dan doen we zo. Volgens mij kan hij mij nog niet raken, maar ik hem wel. Oh, hij is veel te slim, hè. Hij is veel te slim. Oh, dat is zo'n bitch, deze creeper, hè. Hij weet wat ik wil doen. Waar ben je gebleven? Bitch! Damn it. Oh man, you son of a bitch! Hij weet gewoon precies wat ik wil doen. You are such a bitch. Nee. Ha! Bitch! Payback! Oh, dat voelt zo goed, hè. Dat voelt zo goed, die payback. Delicious. Heerlijk. Heerlijke payback, dit. Oh. Lekker XP. Ik heb alleen geen gunpowder. Dat is dan wat minder, hè. Dat had ik eigenlijk wel opgehoopt. Gunpowder zou kraken. Goed, dit is wel weer mooi af te maken, hè. Dat komt wel weer mooi uit. En we hebben wel weer genoeg hout om dit af te bouwen. Zo.
Hebben we dit mooi af? En hoe lang doet de aflevering? 14 minuutjes. Oké, dan kunnen we even een beetje doorballen, snallen, krabbelen. Even kijken, wat hebben we nog meer te vertellen over mijn gaming setup? Ja, hij wordt gewoon awesome. Hij wordt awesome, nu is hij nog niet awesome. Te begrijpen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, als je het begrijpt. Dat klinkt best wel logisch. Hij wordt awesome, nu is hij nog niet awesome. Ja. Klinkt duidelijk, lijkt mij. Dus, verder nog vragen? Nee? Oké, laatste 18 reacties. Grote kans dat ik ze niet lees voor het opnemen van de volgende aflevering. Want dat doe ik gewoon gelijk hierna. En deze video is dan nog niet eens geëdit. Laat staan geüpload. Dus die kans is vrij klein dat ik het lees. Maar, ik lees... Nee, ik zeg het verkeerd. Nu zeg ik dat de kans vrij klein is dat ik het lees. Maar de kans is vrij klein dat ik het lees voor de aflevering. Ik lees gegarandeerd alle comments. Ik reageer niet op alles. Maar wel weer op 90% van de comments. Omdat het gewoon cool is om dat te doen. Want ik vind het sowieso heel chill om comments te krijgen. Gewoon veel beter dan een... Like. Likes die krijg je namelijk veel makkelijker. Zijn anoniem. En zo'n comment, dan kan je gewoon gelijk zien wie het is. En dat, het is veel leuker. Als iemand zegt van, hey, vette video, maak er meer. Dan ben ik meteen van, oh shit, fuck yeah, ik maak gelijk 10 nieuwe video's. Terwijl als ik een like zie, dan is van, oh nice, iemand vindt het leuk. Maar niet zo van, oh, nieuwe video maken, meteen. Fijn, dat is mijn, dat is hoe ik ben. Het kan bij jou anders liggen als jij ook YouTube video's maakt. Laat het weten, want ik ben wel benieuwd hoe het bij jou is als jij YouTube video's maakt. Wat is bij jou beter, een like of een reactie? Ik vind een reactie zelf veel chiller. Dus, wat hebben we nou nog meer? Hier kunnen we dus nog een klein stukje afmaken en dan ga ik me aanmelden voor Biofrost. Voor Biofrosty. Ik moet nog even die hoekjes kijken hoe ik die moest doen. Dus dat doe ik dan zo meteen tussendoor even die hoekjes en dan hebben we dat ook gefixt. Zo. Zo. En dan hebben we... Het is perfect. Dit is gewoon kunst! Ja! Het kan niet anders. Oh kut, mijn honger is leeg. Zulke god een flesje eten. YOLO! En dan ga ik dood. En dan wordt het dag. Oh fuck, ik ben zo hard screwed nou. Really, moest het nou echt dag worden? Moest het dag worden? Of nacht bedoel ik. Bijna hetzelfde, dag, nacht. Allemaal hetzelfde. Zo. Oh. Zo. Kijk, dit is gewoon kunst. Dit is gewoon puur kunst, hé. Dit gaan we weer mooi afmaken. Zo, ja. Perfect. Kunst. Hier moet dan nog een paaltje tussen. En dan kunnen we hier bovenop, dan kunnen we hier de posterpaaltjes erop zetten. Dan zijn we klaar. Behalve de buitenhoekjes die ik nog even moet controleren hoe dat ook weer was. Maar over het algemeen zijn we klaar met het houtgedeelte van de muur. Dus dan gaan we dat anders. Dus ga ik even offscreen maken. Dan weet ik nou gelijk hoe dat moet. En dan gaan we de volgende aflevering de stenen invullen in de muur. En dat lijkt me op zich wel de chille task. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk de volgende keer weer. En dan zeg ik van nu. Je gaat het al. Later.